Pieter Proficiat alweer gescoord. Ja, dank u wel. Ja. Het was een heel moeilijke wedstrijd. En ik denk het een beetje een 0-0 match het leek te worden. Maar dan, ja, dan weet je dat als er iemand scoort dat het voor de winning goal is. En ja, gelukkig konden wij dat zijn. Ja, waarom was het een moeilijke wedstrijd? Ja, eerst en vooral was het een heel gesloten wedstrijd. Omdat beide partijen redelijk verdedigend voor de dag kwamen. En ja, ook ten tweede, het is tegen Standaar. En die hebben toch individueel talent genoeg. Dus in die zin ja, was het toch wel moeilijk voor ons om erdoor te geraken. En dat zag ook, denk ik, dat er weinig kansen geweest zijn. Zowel voor ons als voor hun. En ja, blij met die overwinning dan uiteindelijk. Je hebt natuurlijk ondertussen al wat doelpunten gescoord. En wat op je lijstje staan. Duid je ze aan? Goh, nee, niet speciaal. Nee. Ik hoop gewoon elke wedstrijd kunnen winnen en dat het belangrijkste is voor ons. En dat ik nu zelf die golen maak, dat is fijn, oké. Maar ik bedoel, dat even goed voor mij Igor mogen zijn vandaag of ik weet niet wie. Dus in die zin ben ik gewoon vooral blij met de drie punten. Ja.